attention when they are about to leave, like, qu'est-ce qui se passe ici? Je comprends pas. Et quand on avait fait la répète, tu l'as bloqué plus. Là, je te trouvais assez convivial avec la policière. Okay. Un peu convivial, un peu, un peu coupable déjà. Dans cette version. Mais c'est bien, hein, mais essayons une version où tu la bloques plus. Ok. Oui. Yeah. Moi, je trouve ça sent. On peut essayer plus, mais je trouve ça sent. Oui, mais dans la répète, il était un peu plus. Tom, acteur in het Frans. Ja, ja. Hoe is dat zo gekomen? Marta heeft Belgica gezien en dan hebben we afgesproken, een beetje gebabbeld. En ze vroeg aan mij van, kun je ook andere dingen spelen? En ik denk van, ja, denk het wel. En bon, kijk, dit is ook iets helemaal anders. Maar ja, we verstonden elkaar goed, het was een fijne babbel. En dan hebben we een namiddag gewerkt en dan is het vertrokken eigenlijk, ja. Maar ja, dat klikte wel onmiddellijk redelijk goed. En ook het werk, de repetities waren fijn. Dus ik had wel vertrouwen. En ook, ik speel een Vlaming die in Brussel werkt. En, want mijn ouders zijn ook, wordt gespeeld door Karen Tang en Johan Leijs. Dus wij spreken ook in het Vlaams met elkaar. En dan tegen mijn vrouw spreek ik Frans en zo. Zoals dat veel gebeurt in het Brusselse, niet waar? Maar het speelt zich af in Luik? Nee, het speelt zich af in Brussel. Ah, ja, ja. Maar we draaien wel in Luik. Ja, ja. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.